Bas, wacht op mij, ik help mee. Bas, nee. Kia, wacht op mij, ik help mee. Hé, volgens mij is dat een luchtballon. Oh nee, dat is een vogel. Ik snap niet waar ze zijn. Ik hoop dat iemand anders hem vindt. Stijn, wacht op mij, ik help mee zoeken. Waar zouden de ouders van Nepal toch zijn? Ik kan ze echt niet vinden. Stijn, heb jij de ouders van Nepal al gevonden? Waar zullen de ouders van Leopold zijn? Weet je waar het is? Nee, oké, bedankt. Oh, alsjeblieft, de ouders van Leopold, kom snel terug. Hé, hey, zie ik daar nog iets? Oh nee, dat was een vogel. Jongens, zien jullie ze al? Waar zouden de ouders van Leopold toch zijn? Leopold is zo verdrietig. Waar zijn de ouders van Leopold? Meneer, weet u het wel eens zo goed? En met de zoiets? Nou, waarschijnlijk. Doei. Ik weet zeker dat ik Leopold nu te pakken krijg. Ik hoop dat hier de ouders van Leopold zitten. Wacht, Stijn, kom achter je aan. Ik denk dat de ouders van Leopold niet zijn. Het zijn de ouders van Leopold. Hierin of ergens anders? Ik heb echt dat de ouders van Leopold hierin zitten. Ik zie een luchtballon. Misschien zitten hier de ouders van Leopold. Terwijl, wacht. Fijn, wacht op mij. Misschien zitten de ouders van Leopold hierin. Misschien zitten de ouders van Leopold hier. Ben blij van Leopold, zie je de ouders van Leopold zitten. Hé, hier kunnen ze in zitten. Mila, wacht op mij. Ouders van Leopold, zitten jullie hierin? Kom achter je aan, Mila. Stijn, wacht op mij. Kom jongens, Leopold is heel verdrietig. Als we ze vinden. Ja, dat gaan we zeker doen. Het is heel erg mysterieus. Oh, maar kom dan. Die zit hier vast ergens verstopt. Ramses, wacht op mij. Hier, wacht op mij. Ik wou dat hier mijn auto in zit, anders moet ik weer als slaaf gaan werken. Nee, oh, maar kom dan. Zit in de luchtballon.